De WISCAT is een rekentoets die door PABO-studenten in het eerste jaar voldoende moet worden afgelegd. In deze serie behandel ik de oefentoets zoals die gepubliceerd is op de site van CITO. In dit deel behandel ik de opgaven 1 tot en met 15. Dit zijn allemaal hoofdrekenopgaven die zonder kladpapier gemaakt moeten worden. De eerste opgave is 19 keer 17 uit het hoofd. Dit allemaal splitsen is veel te veel werk, dus we moeten op zoek naar een opgave die hier dichtbij ligt. Dit is 20 keer 17. Er moet dan nog 1 keer 17 van de uitkomst afgehaald worden. 10 keer 17 is 170, dus 20 keer 17 is 340. Als we van 340 17 afhalen, komen we aan het antwoord 323. Als geheugensteuntje kan je die 340 even in het antwoordblok zetten. Een topvoetballer verdient 4,5 miljoen per jaar en hij speelt in dat jaar 50 wedstrijden van 90 minuten. Ten eerste moet je in je hoofd hebben hoeveel nullen er achter 45 staan in 4,5 miljoen. Omdat de vraag gesteld wordt in minuten, moeten we het aantal minuten per jaar uitrekenen. 40 keer 90 is 4500 minuten. Omdat we iets met 45 moeten delen door iets met 45, vallen er al twee antwoorden weg. Nu nog kijken hoeveel nullen er overblijven. 45 gedeeld door 45 is 1 en van de 5 nullen van de 4,5 miljoen blijven er nog 3 over omdat je deelt door een honderdtal. Het antwoord is dus 1000 euro. Bij deze opgave moet je de tafel van 12,5 in je hoofd hebben. Als je dat hebt, herken je dat 37,5 gelijk is aan 3 keer 12,5. Hier staat dus eigenlijk 7 keer 12,5 min 3 keer 12,5. Wat er overblijft is dus 4 keer 12,5. 4 keer 10 is 40 en 4 keer 2,5 is 10, dus het antwoord is 50. Bij dit soort vermenigvuldigingen is het handig om het volgende te weten. Als je de ene term van de vermenigvuldiging halveert en de andere term verdubbelt, kom je nog steeds op hetzelfde antwoord uit. 25 keer 72 heeft dus dezelfde uitkomst als 50 keer 36. En dus dezelfde uitkomst als 100 keer 18. En dat moet de makkie zijn. Een derde deel staat gelijk aan delen door 3. Je mag 3 en 1 negende hier opsplitsen om later weer samen te voegen. 1 derde van 3 is 1, dus het laatste antwoord valt direct af. Dat 1 negende delen door 3 niet 1 negende blijft, is ook logisch, dus die strepen we ook weg. Dan moeten we dus 1 negende delen door 3. Om te zien dat de uitkomst kleiner wordt, is het misschien wel het meest beeldend dat ik het teken. Eerst teken ik 1 negende en daar neem ik 1 derde van. Zie je dat dit zeker geen derde kan zijn, dus 1 zevenentwintigste is? Uiteraard kan je ook gewoon de breuken 1 negende en 1 derde met elkaar vermenigvuldigen, maar wellicht werkt dit beeld in het hoofd net iets makkelijker. Natuurlijk splits je hier de 15.030 in 15.000 en 30. 15.000 gedeeld door 15 is 1000 en 30 gedeeld door 15 is 2. Je antwoord is dus 1002. Bij deze opgave is het belangrijk dat je de kwadraten kent. Dit rijtje zijn de kwadraten tot en met 16 kwadraat. Daarnaast moet je herkennen dat 12 twee keer in 24 past. 144 is 12 in het kwadraat, dus 144 gedeeld door 12 is 12. Omdat ik deel door een getal twee keer zo groot als 12, is de uitkomst
twee keer zo klein als 12. Dus 144 gedeeld door 24 is 6. Dan is 1440 gedeeld door 24 uiteraard 60. Ook hier spelen de kwadraten en met name 12 kwadraat een grote rol. Allereerst moet je je realiseren dat het om ongeveer gaat. Je gaat hier dus afronden en schattend rekenen. 100 past bijna 12 keer in 1195 en 12,02 euro ronden we ook af naar 12. De berekening is dus 12 in het kwadraat en dat is 144. Het dichtstbijzijnde antwoord is 145, dus die is goed. De tafel van 5 is de helft van de tafel van 10. Dus de tafel van 50 is de helft van de tafel van 100. 100 keer 26 is 2600, dus 50 keer 26 is 1300. Dan is 5 keer 26 gelijk aan 130. Die 1300 en 130 tel je bij elkaar op en ook opgave 9 is opgelost. Als je bij delen beide termen met dezelfde factor vergroot of verkleint, blijft de uitkomst gelijk. Dit is vergelijkbaar met het vereenvoudigen van een breuk, waarbij je teller en noemer met hetzelfde getal vermenigvuldigt. Dus 500 gedeeld door 0,05 heeft dezelfde uitkomst als 5000 gedeeld door 0,5. En dat heeft weer dezelfde uitkomst als 50.000 gedeeld door 5. En dan is het ineens niet lastig meer. Dus is gelijk aan is het antwoord. Zorg er bij dit soort opgaven voor dat je er niet intrapt om procenten en breuken door elkaar te halen. Reken altijd eerst 1% uit. 1% van 400 is 4 en daar moet je 1/4 van nemen. Dus 1/4 van 4 is 1. Zoals al eerder gezegd is de tafel van 5 de helft van de tafel van 10. Dus we splitsen 15 in 10 en 5. 36 keer 10 is 360 en 36 keer 5 is daar de helft van, dus 180. 360 plus 180 is 540. Ook bij deze opgave maak je gebruik van splitsen. In dit geval splitsen we 4 van de 0,25. 16 keer 4 is 64 en 16 keer 0,25 is 4. Dus 64 plus 4 en dat is 68. Voor deze opgave is het belangrijk dat je de rekenvolgorde kent. De bewerkingen optellen en delen komen hiervoor, waarbij delen voor optellen gaat. 1/4 gedeeld door 1/4 is 1. Tel je dit bij 1/3 op, dan kom je op het antwoord 1/1. Een aantal breuken moet je gewoon feilloos om kunnen zetten naar decimale getallen. De breuken met 9 in de noemer zijn daar een voorbeeld van. In deze opgave staat 100% gelijk aan 1, dus 1/9, wat 0,111111 enzovoort is gelijk aan 11,111111%. Die 0,11111 staat natuurlijk weer voor 1/9, dus je antwoord is 11/1/9. Tot zover de uitwerking van de eerste 15 opgaven van de WiskTest-toets.